Bij multiple sclerose, MS, valt het eigen afweersysteem de hersenen en het ruggenmerg aan, waardoor op meerdere plekken ontstekingen ontstaan die de beschermlaag, de myelinelaag, rond de zenuwen aantasten. Daardoor komen signalen van en naar de hersenen niet meer goed door. Dit kan allerlei klachten veroorzaken, zoals vermoeidheid, oog- en blaasklachten, krachtverlies. Gevoelstoornissen en spasmen. Ook kun je problemen krijgen met je cognitie, waardoor je dingen vergeet of niet goed verwerkt. Een MS-klacht wordt ook wel soep genoemd. Wanneer je een soep hebt, krijg je klachten die nieuw zijn of oude die verergeren, die soms verdwijnen en soms ook niet. Al deze dingen beïnvloeden je dagelijkse leven. En zorgen voor gevoelens van onzekerheid en frustratie. Omdat je omgeving zich vaak niet goed realiseert hoe ingrijpend de gevolgen van MS zijn, gebeurt het niet zelden dat er bot of gevoelloos wordt gereageerd. Veel klachten zijn immers verborgen. Het is daarom fijn dat anderen begrip tonen en niet weglopen, maar juist luisteren, vragen stellen en zo nodig meedenken en helpen zodat je als mens met MS zoveel mogelijk zelfstandig kunt functioneren en je je gewone dagelijkse dingen kunt blijven doen.